Jan Wagenaar niks kon zien. Dennis. Looyer. Ben je luid genoeg? Ben je luid genoeg? Ja hoor. Yes. Goed zo. Dames en heren, hier voor jullie Dennis Looyer. Ik heb besloten om voor mijn eerste gedicht Dilde te eren met een gedicht dat zijn toon draagt. En het is net het seizoen na, dus het kan nog net. Het heet Buikkramp bij Kerstmis. Vanaf mid-september word je er al mee doodgegooid. In januari brengt ze uitgebrand. Uit de hand gelopen feestdag, uitgegroeid tot cultsymbool. Kutje door de DJ's die last Christmas, I gave you my heart, steeds draaien op mijn radio. Want wie kerst pas in december wil, ze zijn radio in oktober stil. Shoppers pakken vroeg de kansen aan, kerstballen en kransen blijven niet lang in de schappen staan. De slingeren, slingers en de kersttrek komt u snel, omdat over 2 maanden de kersttrek komt, dank u wel. Zelfs als ze het tot december hebben kunnen overleven, zullen ze ons nog moeten overgeven aan de kerstsfeer. Alles moet meer. Meer kerst, meer cadeaus, meer vrienden, meer familie, meer eten. Vreet jezelf vol van vet voedsel met verre familieleden. Veel vrienden vanaf goedkope gourmetschotels op grote goren gourmetplaten. Grijsogend van gemengde vleessappen en verkoolde overblijfsels van varkenslappen. Vier de verjaardag van de verlosser en vier de verraadzucht. Hel, hart, halleluja, heimelijk door de hallen van het huis van God. Best wel bot en een beetje laat, aangezien je toch lief voor het zingen de kerk uit gaat. Mijn haat voor kerst is niet zonder gronden. Goed doorgronden bevond ik jullie schijnheiligheid als een heilig feit. Afijn, ik moet gaan voordat ik word gelinched, tot volgend jaar, getekend Grinch.